Leuk dat je weer kijkt. We verlaten onze slaapplek op de Stekenjok en gaan vandaag richting Vilhelmina. Door het adembenemend landschap met verrassend veel bos eigenlijk. Tijdens onze rit komen we bij de indrukwekkende Trapsteksforsen en de Lietjeforsen. Maar eerst gaan we via een uitdagende gravelroad naar Vatmormakke. We komen aan in Vatmormakke, een Sami-kerkdorp, waar al in de steentijd Sami verbleven met hun rondtrekkende rendierkuddes. Toen er een kerk werd gebouwd, overnachten de Sami er voor het kerkbezoek. Is dit het? Dit is het. Lekker weertje, jongens. Woon jij daar? Ik woon hier. Oh, dat hoeft helemaal niet. Ik zeg, woon jij daar? Ik woon hier. Deze nog niet. Nee, deze ook nog niet. Dit moet dan weer een zomerhutje zijn, zeker? Of niet? Dit is de exhibition. Zo. Dit is van 2009, deze hut. Het is, laat zien hoe de Sami leven. Staying in the church town square. Oh kijk, hier is hij in aanbouw. Ah. Ja. Dus als ze naar de kerk gingen, dan bouwden ze zo'n hutje. Dan verbleven ze in deze hut. Nou. Probeer er eens in te stappen. Wat moet ik dan weer doen? Houd de deur open. Hou jij de deur even open? Klap! Het ziet er net zo uit als... Jeetje, Mina. Mijn heupen passen er niet tussendoor. Het is nogal... smal deurtje. Zo, ik ben binnen. We zaten ze op die takken. Dat hebben we ook al gezien in Noorwegen. De pot op de kei op de plek. Nou, en een lekker open dakkie. Daar moet een ding op, hè. Dan kan je hier zo zitten. En dan is hij de deur dicht.
Dan ben ik mooi de Sjaak. Lekker dan. Hallo. Is je daar weer? Dan moet ik daar weer uit zien te komen, zeker. Jij komt er ook eens in. Lekker zitten op een nat krukkie. Dit ziet er wel heel grappig uit. De klep mist op het dak. Oh, ja. Het dak is lek. Je moet even het dak leren maken. Er hoort een klep op het dak te zitten, zodat er geen regen naar binnen kan natuurlijk. Nou, die zit er niet op. Ik voorraadschuur. Zodat niemand erbij kan. En die zit je dan op de 4 boomstammen. Lekker veel pootjes aan alle kanten. Daar wordt ook weer gewerkt aan een hutje. Het hutje zit dicht, denk ik. Ja. Hier ook meer hutjes. Een niezende Sami. Oh nee, het is Nico. Snurkvogeltjes heb je hier ook weer. Leuk hè. Rendierpoep, daar lag wel rendierpoep. Net hadden we elandpoep. Nou, rendierpoep. Maar volgens mij kunnen ze dat gewoon in balen aankopen. En dan leggen ze ergens neer. En dan zeggen ze, kijk. Ja, dan doen ze weer verse. Ja, en al die toeristen die denken dan, oh elanden, oh rendieren. We hebben er nog geen één gezien. We moeten naar een dierentuin om in Nederland te zien. Of een rendier. Nou, elanden, daar zijn we vorig jaar ook naar een dierentuin voor geweest. Die is ook een beetje stuk. Als makelaar zeg ik... Opknappertje. Dat is iets verser. Ja, zie, die zijn er nog vandaag neergelegd. Nee, ja? Ja, door die medewerkers. Ja, precies. Dat is een nieuwe voorraad. Ja, nieuwe voorraad. Had ik dat al bijna op film? Plons! Wat een goede herstel van mij. Ja, ja. Never a dull moment, hè? Die komen in het wat meer bewoonde deel. Ja. Oké, okay, dat ziet er gewoon goed onderhouden uit allemaal. Ja. Met dakjes. Ja, dat dakje gaat ook automatisch misschien. Er zit een, mechaniekje. Ja. Nou, zo volle Volendam zich ook, hè? Als iedereen door hun huis zit, een dorpje loopt. Nou, 2 weken, dat is ook niet. Ik geef hem geen 2 weken meer. Voor en door voorop. Maar er ligt wel bitume laag tussen. Jazeker. Kijk, ze wonen nou hier. Het is wat, hè. Deze is helemaal in onderhoud. Het is een beetje stuk. Het is allemaal een beetje stuk hier. Of ze zijn dicht, of ze zijn stuk. Deze heeft nog mooi hout bij de deur. Heel leuk. Ook de achterkant van de kerk. En een wandelaartje. Zo schattig. Leuk hè. Sami, kijk je. Hey, hier komen ze, Sami.
slot is eraf, volgens mij. Toch? Dan heb ik die foto eerder gezien. Die gouden deur weer dicht. Zo, de sleutel. Geweldig. Kijk dan niet. De sleutel. Oh wauw. Maria. Prachtig. Hele mooie kachel ook. Voor kachels, prachtig. Sami zijn. Ja. Dit is het Sami samenkomsthuis. Hier komen de Sami samen. Van Sami zijn. Sami huilen, Sami lachen. En dat doen ze hier in het Sami huis. Het Sami samenkomsthuis. Hier is een meiboom. Ja. Nou ja, midsommerboom. En dit is het culturum. Dan stond je een vogeltje buiten uit. Ja, dan gaan de vogels er binnen. Moeten die kant op. Kijk hier. Wat leuk. Oh, die krijgen ze mee. Het zijn grafborden. Midsommerfeestdag. Wat leuk. Een levende kerkstad. Hé, hey, rendieren. Vroeger waren hier wel rendieren. Nee, niet meer hoor. Dit is het wiegje. Dat hebben we al een keer gezien, hè? In het museum. Waar de film niet wouden starten. Kijk. We kunnen betalen met stukjes rendier. Of je kunt gewoon coins erin gooien. Zie je dat? De kransen, de bruiloft. Schaatsbaantje. Nou, waar willen we staan? Daar? Daar? Misschien.
hier van mij als? Daar is de hobby. Ah ja, maakt het uit. Nou, we hebben gewoon zicht hier. Hè? Zo, mooi zeg. Waar je kijkt. Watervallen. Super, hè? Zelfs daar nog. Leuk, hè, hier? Ja, leuk, hè? Oh ja, even de weg. Hè? Hier kwamen we langs. Ja. Laten we dat ook even zien. Hier zijn we overheen geklauterd. En dan moeten we zo weer een weg terugvinden. Jippie, okay. Kijk, hoe mooi dat is. Hè? Het weg zoekt over, of het water zoekt overal zijn weg. Zo mooi om te zien. Mooi, hè? Zeg ik dat vaak? Ja, dat zeg ik vaak. Hallo! Hi! Zo, waar zijn wij? Wilhelmina. Wilhelmina. De V spreek je uit als een V. Wilhelmina. Als een W. Dus we zijn gewoon Wilhelmina. En ik heb een heel leuk souvenir gevonden. Ik dacht, weet je wat? Leuk kaarsje uit Wilhelmina. Geweldig. Kijk je eronder op. Ja. Bolsjes. Nederland. Niet eens gewoon in het Zweeds. Nee, gewoon Nederland. Nou ja, dit is ons souvenir uit Wilhelmina. Zwerrie. Het is even rijden. Maar dan heb je wel een leuk souvenirtje. Een Nederlandse bolsjeskaars. Ja. En voor de rest, wat hebben we gedaan vandaag? We zijn een kerkhof wezen bezoeken. We hebben een kerkje van buiten bekeken. Of van binnen was het niet te doen, want de deuren zaten dicht. We zijn naar een informatiecentrum geweest, dat wat op zaterdag dicht is. Een museum wat op zaterdag dicht is. Dat is ook dicht. We zijn nog in het tweedehands winkeltje geweest. Ja, het tweedehands winkeltje. Er waren tweedehandsen, hè? Ja, ja. Ja, tweedehands. Ja. Ja. Nou, we zijn nog even naar de IKEA geweest. Ook hebben we heerlijk een kopje koffie gedronken. Ja, ja. Zeg maar een liter koffie. Ja, een liter koffie. Ja. Met een, ja, dit vinden wij normaal, maar bij hun zat die helemaal vol. Nou, en de beker was nog een nog keer groot. Ja. Ja, dat is een mok. Ja, een mok. Dikke mok. Ja. Dus, en ik ben nog naar de Co-op geweest. En jij bent naar de Co-op voor de kaars. Voor want de die kaars. Hadden ze bij de IKEA niet. Die hadden ze bij de IKEA niet. Nee. Dus, nou, en wat hebben we toen gedaan? Toen zijn we weer terug naar de camper gegaan en toen hebben we onze klamboe-tent proberen op te zetten. Nee, daarvoor. Daarvoor hebben we geminigolfd. Ja, helaas. En de afspraak was, degene die verliest, trakteert op ijs. Nou, ik vond het heel lekker. Ik vond het een heerlijk ijsje. Dankjewel, Alet. Heerlijk. Oh ja, had ik al gezegd dat je verloren had? Sorry. Zal ik even klappen. Dik ook. Toen hebben we dus de klamboe-tent opgezet. Achterstevoren. Want dat is iets van, waarom is hij aan de achterkant zo kort en aan de voorkant zo lang? Ja, dat doen wij dus. Gewoon een tent achterstevoren opzetten. Ja. Maar ja, als je ziet dat de ingang gewoon... Ja, dan ga je vanuit dat hij aan de voorkant zit. Ja, maar dat zat achterkant. Maar die zit dus aan de achterkant, want dan kun je je camperdeur open doen. Alleen wat opening logisch dat hij gewoon bij elke Omnistore past, elke luifel. Hij past niet. Bij ons was hij toch echt wel 10 centimeter, 15 centimeter te kort. Hij was echt te kort. Ja, daar moeten we even iets op bedenken, want hij is te kort. Ja. Dus dan moeten we met touwtjes en rotzooi aan de gang.
Daar zitten we dan in ons tentje. De klamboe. De klamboe tent. Van Oberlink. Van Oberlink. Ik was één ding vergeten. De achterkant. De gebruiksaanwijzing. De gebruiksaanwijzing, ja, dat is waar. En wij hebben hem voor elkaar. We hebben hem voor elkaar, alleen is dat achterstevoren. Dus we hebben aan de voorkant, we hebben hem op moeten... Kijk, aan de voorkant is hij... korter moeten maken, is en de hij te lang? Moeten laten lopen zakken. De achterkant is te lang. Zakken, ja. Moeten laten zakken. Maar we zitten wel ongeveer mugvrij. Er komt nog een skier voorbij. Dat duurt even, maar hij komt er voorbij. En we hebben dan ook nog het zonnedoek erop. Ja, ja. Dat helpt ook. Maar goed, volgende keer moet de rits dus achter. En niet aan de voorkant. Dat klinkt onlogisch, maar als je de camperdeur erin zet, dan is dat heel logisch. Dan kun je zo vanuit de camper de klamboe in. Maar goed, wij zijn niet ontevreden. Wij zitten mugvrij. Kijk, daar komt onze skier aan. Ik zal even inzoomen. Kijk, daar komt hij aan. Ja, ja, ze zijn hier vroeg in training, hè. Ja... Zeg maar niet, nee, is Nordic Walking. Nee, dat kan niet. Het is Zweden. Zweden. Dus. Hij haalt het wel, de Olympische Spelen. Wij zijn blij met ons tentje. Nou, wij zijn dus 2 dagen in Wilhelmina geweest. En we gaan morgen weer lekker de bossen in. De wildernis in. Doei doei. Midden in het bos. Er staat een kunstwerk. Daar kun je in. En dan kun je bomen zien en vogeltjes. Maar ja, dat zie je naast het kunstwerk ook wel. Dus ik ben benieuwd wat de bedoeling hiervan is. Het is een ei of zo. Wie zet het hier nou neer, hè? Ja, zij zal. Je kan er niet in staan als het regent. Nee, het is zwembad. Hallo? Oh oh. Waar woont hier de burgemeester van Ezel? Een ezel? Nee. Nou, dit is dus een ei. Het is een kunstwerk. Fantastisch. We hebben er weer een gevonden. Kunstwerk. We zitten ook op de kunstroute. Ik heb hem er nou niet af. Oh ja, wel. Het is een toilet. Ja. Wat is het? Laat zien. De wc. Is dat een kunstwerk? Nou, ik denk het niet. Dan is het kunstwerk van daar. Dit is een mooi kunstwerk. Ik heb ook nog een boek waar je kan schrijven. Skidhoes. Skidhoes. Met een wc-rol. Dit is kunstwerk. Nou ja, dit is kunstwerk. Het licht? Nee. Het licht doet het niet. Wat zit hierin dan? Zit hier het kunstwerk in? Nee, dat is een stoppenkast. Kijk dit dan. Hier geloof je het dan niet, hè? Wat is dan het kunstwerk? Dat moet dan daar staan. Ja, is weer van de kunstwagen. Vegen. Nou, waar zijn we nou? A circle of light. Dan moet hier een circle of light zijn. Oh. Nou. Een circle of troep, ja. Nou, ik vond dit weer een geweldig uitstapje. Dan gaan we weer verder. Bij een zalmentrap.
Een vistrap. Hier mogen ze wel langs. Omhoog springen. Omhoog, omhoog. Kijk waar ik sta. Omhoog. Oeh, omhoog. Kijk, en waarom is er een zalmtrap? Er is een zalm. Voor de rest, het is waanzinnig. Mooi. Voor de rest zijn er nog steeds heel veel nuttig.